van de gemeente Krimpenerwaard. Werkgelegenheid zit er in uw portefeuille. We staan hier op het ogenblik op een locatie hier bij ProMen. En we gaan een reportage maken over de statushouders in de Krimpenerwaard op weg naar werk. Misschien dat we heel even voor de kijkers ook kunnen uitleggen, wat zijn statushouders? Nou, statushouders zijn vluchtelingen. En vluchtelingen die krijgen in Nederland aan een lange procedure te horen of ze mogen blijven of dat ze niet mogen blijven. Ja. En statushouders zijn die groep mensen die mogen blijven, die voor een aantal jaren of voor definitief hier een echte woning mogen zoeken. En wij hebben dus in de Krimpenerwaard een aantal statushouders hier wonen die ooit gevlucht zijn en hier in Nederland mogen blijven. Wat is die zorg? Nou, die zorg is dat die statushouders niet alleen in hun huis zitten en een uitkering houden en dan voor de rest niets met de Nederlandse samenleving te maken hebben. Want waar wij voor willen zorgen is dat wij die mensen laten deelnemen aan de samenleving. Onder andere door werk voor ze te vinden. En dat is een lange weg voor die mensen. En we gaan vandaag laten zien hoe mensen op weg gaan samen met bedrijven, met scholen, met instellingen om die weg af te leggen om aan het werk te komen. Ja, gaan we kijken hoe ze hun werk doen, hoe ze hun taal spreken, eigenlijk alles wat ze nodig hebben om vooruit te kunnen in onze Nederlandse maatschappij. Ja, onze ingewikkelde Nederlandse maatschappij. Ja. En het mooie is dat je ook ziet dat het niet alleen die mensen zelf zijn die aan de slag zijn, maar dat de werkgevers, dat de instellingen heel erg hun best doen. Ja. Om dat voor ons met elkaar voor elkaar te krijgen. Ja, want mensen melden zich aan bij de gemeente Krimpenerwaard. Hoe gaat dat in zijn werk? Zijn er nog meer instanties? Mensen zijn natuurlijk gewoon bij de gemeente Krimpenerwaard bekend, want wij hebben voor het huis gezorgd. Ja. En ze hebben voor ons een uitkering gekregen. En dan moeten die mensen reïntegreren en inburgeren. Ja. In andere volgorde, inburgeren en reïntegreren. Ze gaan eerst de taal nog beter leren en dat is heel ingewikkeld voor ze. Dan doen ze cursussen, maar dan hebben ze die cursus gedaan en zijn ze nog lang niet klaar met die taal. Nee. Je moet in de praktijk leren praten. Als je verpleegster bent, moet je de medische termen in het Nederlands weten. Als je in de techniek hebt gewerkt in Syrië, moet je de Nederlandse technische termen leren. Dat is het. Dus dan is er eigenlijk, als ze de cursus afgerond hebben, is er eigenlijk pas het begin van waar wij nu vandaag naar gaan kijken. Kan je hier wennen? Kan je wennen in Nederland? Ja, natuurlijk. Ja. 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 Het is natuurlijk geen vrije keuze geweest om hier naartoe te komen. Nee. Ja, natuurlijk. De Emiratieren niet altijd iemand vrij met de keuze, want wij hadden oorlog in ons land. Daarom wij vertrokken ons land met wij laten alles daar. Ja. En wij gaan zoeken naar het veilig land. Ja. Ja. Voor jou en je gezin? Ja, ja, ik ben eerst naar Nederland gekomen. Daarna kwam mijn familie naar Nederland, na een jaar. Vrijwilligerswerk wil doen in zorgcentrum Krimpenerstein, komt automatisch bij mij terecht. Ja. In dit geval kwam Wilbert van Straten bij mij langs. Hij coördineert de taalcoaching vanuit de gemeente Krimpenerwaard. En hij kwam bij mij vragen of ik een plekje had voor Gada. Ja. Omdat Gada in haar eigen land Syrië verpleegkundig is geweest en graag in de zorg weer wil gaan werken. Ja.
En dat het dan ook fijn is om in de zorg de taal te leren, zeg maar. En gelijk het te doen waar haar hart ligt. En zodoende zijn wij met elkaar in gesprek gekomen. Ja. En hebben we gekeken van wat en gezocht naar wat is nu de beste plek om dit te leren. Jij komt uit Syrië. Ik kom uit Syrië. Ja. Mijn stad Elibou. 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 Dat is je stad waar je vandaan komt. Oké, ja. Ja. En mijn familie ja? Woont nu in Elibou. Oké. Oké, ja. Hoe is het daar nu? Trouwens. Mijn familie ja? In Elibou. Ja? Mijn vader werk. Oh, ja. En mijn moeder met mijn broer. Okay. En thuis. Ja. Ja. Maar jij bent naar Nederland gekomen uiteindelijk. Ik hoop komen mijn familie in Nederland. Ja, dat ze ook naar Nederland okay, komen. Ja. Ja. Want alleen is maar alleen natuurlijk. De gemeente had mij gevraagd of ik Simon kon helpen. Dus ik ben bij Simon thuis geweest. We hebben met elkaar gepraat. Waar kom je vandaan? Nou, uit Eritrea. En wanneer ben je in Stolwijk gekomen? In Stolwijk 2017. En wat heb je in Eritrea gedaan? Hij was daar ook boer geweest, maar had ook heel lang in het leger gezeten, in dienst. En daar zat hij bij de luchtmacht en deed hij heel veel met machines. Dus ik ging toen denken, en hij wilde graag wat met techniek doen. En ik zag wel dat hij ook heel gemotiveerd was en het graag wilde. En ik ken Jaap en Annette van DZ. En ik weet dat zij ook heel veel met machines doen. Het is ook heel specifiek, iets wat je niet leert op school. Dus ik heb gevraagd aan Jaap en Annette van, joh, zou Simon een dag in de week bij jullie mogen komen om taal te leren, ja. Maar ook ja, om ja. Gewoon bezig te zijn met de mensen hier in zo'n bedrijf, om te leren hoe dat gaat in Nederland, hè, waar die op moet letten. Ja. Hè, dus zodoende. Zodoende zie je het echt. Ja. En Annette, je moest een wegwijs maken natuurlijk in alles, ja. Maar ook op het gebied van taal. Ja. Als werkgever best een hele klus, denk ik. Hè? Ja. Want het is niet een groot bedrijf waar je een aantal coaches hebt die... Of nee. Iemand zet, maar je moest dat zelf doen, denk ik. Ja, zeker. En ik moet zeggen, Simon komt één keer in de week op vrijdag. En de ene week hebben we daar iets meer tijd voor als de andere week. Ja. Want ja, je begrijpt, zoals aan een machine, dan is het niet altijd tijd voor heel veel gesprek. Maar ja, je bent wel continu bezig met dingen uitleggen en hoe dingen werken. En voor hem is het denk ik heel goed dat hij leert hoe wij hier werken en qua werk, inzet en tempo. En ja, dat hij soms in het begin wel eens zo van, joh, iedereen leek 10 dingen tegelijk aan het doen. En hij is heel erg van één ding na één ding. Dus hij werkt heel netjes en heel gestructureerd. En bij ons is het soms wat chaotischer, omdat iedereen meerdere dingen aan het doen is. Dus dat is wel een beetje wennen voor hem. Maar dat gaat steeds beter. En zeker in de pauzes proberen we wel heel erg met taal bezig te zijn, ja, met hem. Te praten, met spreken en... af en toe is dat wat lastig, want van het een komt het ander. En dan ga je uitleggen dat een schop iets is om te graven, maar ook iets om te schoppen. En dan komen we van het ene woord in het ander en dan op een gegeven moment is het wel te veel. Ja. Maar hij vindt het wel heel leuk dat we dan met woorden en wat je er... Hoe divers dat is. Ja. Maar het is gewoon best wel pittig, omdat hij natuurlijk helemaal niet gewend is met alfabet. En dat is gewoon echt helemaal nieuw. Ja. Ja. Maar hij doet hartstikke zijn best. Je bent vrijwilligster in een verzorgingshuis Krimpenstein in Krimpen aan de IJssel. Ja. 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 Je komt oorspronkelijk uit Syrië. Ik kom uit Syrië. Ja. En daar was je verpleegkundige. En hier in Nederland gekomen, moet je natuurlijk de taal leren. Ja. Ja. Hoe gaat dat? Goed, heel goed. Ja. Ik blijf hier met de aardige mensen. Ja. Ik hoop taal snel. Ja, snel te kunnen leren. Kunnen leren. Ja, ja. Want je zou misschien weer in jouw oude vak als verpleegkundige aan het werk willen in Nederland, kan ik me voorstellen. Ja, ik wil dat. Ik hoop dat. Ja, ja, ja. Je bent nu vrijwilligerswerk aan het doen. En dat is eigenlijk om de taal te leren, zodat je weer straks een baan zou kunnen vinden als verpleegkundige in Nederland. Ja, ik hoop dat. Ik hoop... Ja. Ik hoop...
iets hekkers te doen in Nederland. Ik wil werk hier bij Nederlands mensen. Ja, ja. Door veel te spreken met de mensen, leer je natuurlijk makkelijk de taal. Makkelijker. Klein beetje moeilijk voor mij. Misschien in Syrië altijd Arabisch. In hier in Nederland nieuwe taal. Hele nieuwe taal. Misschien een klein beetje moeilijk. Ik studeer online, thema online, ja. Voor school. Ja, ja. Op laptop. Ja, ik snap het. Je hebt hier ook bij Promen heb je ook de taalstage gedaan. Taalstage, hè? Ja. Ja. Met trainen. Oké. Okay. Met trainen. Met trainen, ja. Ja. Ja, ja. En is dat, was dat moeilijk voor je? Nee. Geen moeilijk. Nee, niet moeilijk. Was het niet moeilijk om te leren? Nee. Om de taal. Om omdat de ik praat in Engels. Ja. Bijna hetzelfde. Ja. Ja, dat zou kunnen. Okay, ja. Dat het een beetje op lijkt natuurlijk. Okay. Ja. Ja. Is Nederlands moeilijk voor jou? Nee. Nee? Nee, beetje. Ja, beetje moeilijk. Oké. Okay. Ja. 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 Pieter van Elburg, jij bent taalmaatje van Hikmat, hè? Ja, ja. En je hebt hem eigenlijk leren lezen. Leren. Ja. Lezen kon je natuurlijk om de Nederlandse taal. Om daarmee bezig te kunnen zijn. Hoe gaat zoiets? Is dat makkelijk voor jou? Of je hebt natuurlijk een boek, hè? Ja, nou, er zijn een aantal boeken, hè, zoals dit boek. Dit is toevallig het eerste boek, Klare Taal. Klare Taal, ja. En inderdaad, je hebt gelijk, dit was een eenvoudig boek. Maar zo begin je wel met een korte zinnetjes, ja. Korte antwoorden. Ja. We doen het nu 3 jaar. Ja, bijna 3 jaar. Ja, 3 jaar. En belangrijk is dat je naast de les ook veel praat met elkaar. Ja. Ja. Want dat is het probleem heel vaak. Mensen praten te weinig. En je leert ook in de breedte de taal kennen. Als je over onderwerpen, als je er wat dieper in gaat duiken. Ja. En als je nou spreekt, zeg maar een Syrisch iemand die de Nederlandse taal moet leren. Is dat heel erg moeilijk voor mensen? Is de Nederlandse taal heel moeilijk? Ja, de Nederlandse taal zit vol letterlijke en figuurlijke dingen. Daar gebruik ik altijd een teken voor. Een voorbeeld wat er blijven hangen. Van dat iemand naar buiten kijkt en zegt in het Nederlands, ik ben bang dat het gaat regenen. Oh ja. Wat ja. Denkt Hikmat dan? Hij is bang. Hij is bang. Hij is bang. Hè? Maar dan zeg ik, dat is figuurlijk. Ja. Hikmat, je begeleidt inmiddels een andere nieuwkomer. Jij werkte hier eerder in het cultuurhuis. Vervolgens kwam Yamani erbij. Jij begeleidt hem. Hoe gaat dat in zijn werk? Yamani is vrijwilliger hier. Hij komt uit Eritrea. Hij kan een klein beetje goed Nederlands praten. En hij kan graag. Ja. Hij profiteert niet veel hier. Okay. En wij werken samen soms, 3 dagen. Oké, 3 dagen dan. Ja. Ja. En wat doe je hier binnen het cultuurhuis? Help je met? Ja, help je met Hikmat samen met bij de theaterzaal. Oh ja, theaterzaal. Theaterzaal ombouwen. Ja, bij de bouwen. Ja, ombouwen. Stoelen. Vele stoelen met tafel. Stoelen gepromen en zitten. Ja. Vermaken en boven. Ja, ja. Ja. Gerbert van Beuzekom, voorzitter van het cultuurhuis. Klopt helemaal. U bent degene die, of mag het jij zeggen? Ja, je mag jij zeggen. Ik zeg jij. Ja. Jij bent degene die statushouders in dienst hebt genomen. Nee, er zijn 4 statushouders op vrijwillige basis hier. Ja. En Hikmat is de eerste die daar in dienst heeft. Ja, die komt in dienst bij. Ja, klopt. Hoeveel dagen gaat hij werken? Voor 16 uur in de week. Ja, 16 uur in de week. Ja. En als ondernemers zijn het best een hele stap om dat te doen. Als u nou nog tips zou hebben voor andere werkgevers om te zeggen, waar zou je op moeten letten als je iemand een statushouder in dienst zou willen nemen of
Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik kan iets heel kort over zeggen. Het is gewoon van, geef de mensen de kans en de ruimte en gaan kijken hoe de mensen in elkaar zitten. Ja. We weten dat ze een verleden hebben, maar geef ze de ruimte om te laten vertellen wie ze zijn en wat ze kunnen doen. Ja. En dan ga je verbazen dat er eigenlijk meer in die mensen zit dan wij in de gaten hebben. Wat zou jij andere ondernemers in de Krimpenerwaard mee willen geven die misschien ook overwegen om statushouders in dienst te nemen dan wel daarmee te gaan werken? Heb jij speciale tips waarvan je denkt, nou, daar moet je op letten? Ik denk wel dat je de rekening mee moet, en dat vergeet ik zelf ook wel eens, dat je gewoon echt net ietsjes alles rustiger moet doen. Ik ben er heel erg van nu dit, nu dat, nu dat, nu dat. En dat ik ga voor Simon soms te snel. En dan denk ik, oh ja, nee, even een stapje terug. Alles even iets meer de tijd nemen. En als je het rustig met hem doet en hem echt het laat kijken. Dat klinkt heel nullig, dat bedoel ik helemaal niet zo. Maar ik moet het eigenlijk net zo doen als ik het mijn kinderen uitleg. Want dan moet je het echt voordoen. En voordoen gaat veel makkelijker dan dat ik dat met woorden doe. En dan, dus als je er echt gewoon rustig de tijd voor neemt. Ja. Dan heb je iemand, in elk geval, in het geval van Simon, iemand er wordt terug die ontzettend zijn best doet. En kan je echt wat aan hebben. Reina, jij bent hier binnen ProMan. Heet dat een jobcoach? Of? Ja. Jij bent jobcoach, ja. En jij zorgt eigenlijk voor statushouders, kunnen hier een werkervaring en taalervaring op doen. Kan je er iets over vertellen? Ja. De gemeente Krimpenerwaard meldt de statushouder aan bij ons. Ik ga in gesprek, zijn een intake met de kandidaat. Samen kijken we wat is nou een geschikte werkplek binnen ProMan. Daar gaat de kandidaat starten. Meestal maximaal 2 dagen per week, omdat de meeste statushouders ook nog in de inburgering zitten. Wat vaak 3 dagdelen behelst. Bij ProMan komen ze dan en werken. Vooral om de taal goed te leren. Het is een soort van werkstage met behoud van uitkering. Ze leren op de werkvloer, tijdens de werkzaamheden, ook van hun collega's, maar ook van de opdrachten die ze krijgen. Maar om het extra te ondersteunen, zorgen wij ook dat er e-learning gegeven wordt. Dus voor computerlessen, op het gebied van de Nederlandse taal. Mijn collega's die doen dat. Die kijken ook van welk niveau zit de kandidaat. En daarop wordt dan de e-learning op aangepast. Daarna schreef je nog een taalklas. Ja, want dat zei je in de praatklas, kunnen we het ook noemen. Ja. We hebben dat laagdrempelig, die taalklas. En dat is eigenlijk dat we ook per groep afhankelijk, bij de kandidaten die in de groep zitten, kijken wat is het aanbod, wat hebben ze nu nodig. Ja. Dat kan zijn van waarom zijn afspraken maken in Nederland zo belangrijk, waarom is het goed om een agenda bij te houden, hoe vul je dan zo'n agenda ook in. Maar ook ik krijg een brief van school of een brief van mijn werk. Dan kunnen ze hier met een dergelijke brief, kunnen ze hier terecht met vragen, hoe kan ik hiermee omgaan? Ja, ik kan uitleggen, wat is de brief, wat betekent het, wat staat erin? Waarom zijn brieven altijd belangrijk om te lezen? Nou, dat zijn dingen die we in de klas bespreken met elkaar. Kun je de mensen die uit Syrië of welk land dan ook komen naar Nederland een tip geven? Oké, leren taal, de taal, en respect afspreken. En de afspraken? Afspraken. Dus, je bedoelt respect. Omdat Nederland, afspraak is afspraak. Oké, en dan werk. Ja. Hard werk. Hard werken, ja. Voor blij leven in Nederland. Ja. Een tip, al de mensen naar Nederland zijn gekomen, altijd zoeken naar de werkpas, de werk bij eigen land. Ja. Dat kan niet hier doen, ja. Want hier, de regel hier is verschil bijvoorbeeld in Syrië. Ja. En de waardering van de opleiding ook is moeilijk in Nederland. Dat heeft nodig lang tijd. Voor de iemand gaat naar hetzelfde niveau. Ja. Daarom is belangrijk iemand beginnen, daarna de alles komt. Ja. De andere is komen. Komen de andere dingen vanzelf. Ja. Maar de iemand kan niet blijven thuis zijn en wacht.
tot alles komt. Ja, dus je moet zelf ondernemen. Ja, iemand moet gaan. Niet, ja. Mijn tip voor nieuwe mensen, Syriërs mensen komen in Nederland. Veel contact met Nederlandse mensen. En vrijwilliger werken. En veel leren voor een nieuwe taal.